Lucas Lely. Hallo. Goedenavond allemaal. Dag. Ik ben Lucas Lely, hallo. En ik ga vanavond beginnen met mijn kleine waarschuwing naar jullie toe als publiek. Want ik ben wel maar een beginnende stand-up comedian. En zoals jullie waarschijnlijk al weten, zijn beginnende stand-up comedians een beetje zoals beginnende loodgieters. Namelijk niet zo goed in stand-up comedy. Het is wel tof. Ik ben blij dat ik hier ben in de Arenberg Schouwburg. Echt wel een zalige zaal, vind ik. Dat is echt tof. Ik mocht hier al een keer spelen, een paar maanden geleden. En andere comedians zeiden vaak tegen mij van... Lucas, uw eerste keer in de Arenberg. Dat is een beetje zoals uw eerste keer seks. En ik moet zeggen... ik ga het zeker laten weten. Als het is gebeurd. Mijn best doen. Om het te proberen. Ik ga het een beetje hebben... over mijn jeugd vanavond. Dat interesseert jullie wel, mijn jeugd, denk ik. Dus, het is nooit zo gemakkelijk geweest voor mij. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ik ben nooit echt een populaire mens geweest. Ik bedoel, als er één iemand was die gewoon systematisch elke speeltijd in elkaar geslagen werd, dan was ik altijd de laatste die erop mocht kloppen.